Elkadi had trouwens nog wel een opmerkelijke uitspraak over Van Nistelrooy. Daarvan zei hij, in de 16 meter was hij een van de beste spelers. Ik denk dat ik in de 16 soortgelijke kwaliteiten heb. Hij schoot elke bal erin. Dat moet ik nog verder zien te ontwikkelen. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja, is dat klopt. En dan moet hij het ook nog een jaar of 5 bij Manchester United gaan doen... voordat hij zijn mond weer open doet. Ja. Is dat, nee, maar je bent natuurlijk... dat is ook zo één. Die heeft ook babbels voor 10 en laat het ook nooit zien. Nee, maar je bent natuurlijk redelijk getikt... als je je gaat vergelijken, ja, met een van de beste spitsen die Europa heeft gehad. Hè? Ja. En je voetbalt zoals je nu voetbalt. Dat kan je beter zeggen... Ik, die leefde alleen om te scoren. Die, ja, dat was onvoorstelbaar. Waanzinnig, man. Je had een drive. Ah, niet normaal. En het leuke aan Ruud van Nistelrooy vond ik altijd... het is zo'n aardige jongen. En als die kwaad werd en hij ging door het lint... die Ferguson heeft hij een keer helemaal achterna gezeten... door een restaurant of zo, toen hij ernaast gezet had. Ja, hij heeft advocaat een keer helemaal verrot gescholden. Dan kan hij echt helemaal door het lint gaan, Ruud. Ja. Verbaste heeft hij ook een keer zo'n heibel meegehaald. Ja. Door die geselecteerd werd. Ja. Ja. Of niet ingevallen of zo. Of gewisseld werd. Ja, hij of werd niet opgesteld. In Duitsland. Bij een of ander toernooi. In Duitsland, ja. Ja.